Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Het tweede jaar op rij dat er een vuurwerkverbod is met oud en nieuw. Dus deze collectie is ook aanzienlijk minder dan we zouden hebben op het moment dat er geen verbod zou zijn. Ik laat jullie zo meteen per product alles zien wat we hebben. We hebben bij verschillende winkels gehaald om daar de beste producten van weg te halen. Wat er hierachter staat is puur van mij. En de rest van mensen met wie we gaan opnemen met oud en nieuw, die hebben natuurlijk ook grotere blokken. Maar ik kan moeilijk alles hier naartoe brengen. Veel te groot risico dat straks ineens politie voor de deur staat. Ik laat jullie nu even een shot zien van de producten die we ook hebben. Zien jullie even een foto van een aantal mooie cakes die we ook hebben, maar die ik dus niet naar deze collectie heb gebracht. Wat hierachter staat is in ieder geval netjes volgens de regels. Ik ga jullie zo meteen meenemen naar de producten zelf. Per winkel. We zijn bij verschillende winkels natuurlijk geweest. Jullie hebben alle shopvideo's kunnen zien. Allereerst wil ik jullie vragen om even een like omhoog te doen, jongens. Voor ons, omdat we de collectievideo online voor jullie zetten, ondanks alle problemen. Like deze video massaal. Laten we gaan voor de 5000 likes. Daarmee zouden jullie onze gigantische support geven om straks de compilatie gewoon op en top voor jullie te maken. 1 januari komt die online. Uurtje of 12 denk ik 's middags. Ik ga jullie nu meenemen naar wat we hebben. Allereerst deze grote kerel. De Profi Candle van de Pyro Shop. Dat is een 500 grammer als het goed is. Ik heb hem nu in de hand omdat je hem natuurlijk niet op de tafel kan hebben. Die tafel is vol. Neem ik jullie eerst mee naar deze kant. Even rustig aan beginnen. We hebben hier een karton knetterlint van de Lidl. Voor iedereen die straks gaat zeggen weer onder de video van jullie kopen alles op voor de jongere kinderen. Deze hadden we dus van tevoren al gereserveerd. En die vestiging had er dus niet minder door. Ik ga het jullie laten zien. Want we hebben dit jaar natuurlijk heel veel uitgelegd over de badges. Dat deze badge van 2020 is. Waar zag je dat ook weer bij deze? Nou, ik weet niet of jullie het op beeld goed kunnen zien. Maar hier staat badge. Production lot number en 2020 SL. Dit zijn de oude vertrouwde knetterlinten. Neem ik jullie eerst mee naar deze hoek. Dit is namelijk het categorie 1 vuurwerk. Beetje van de beste winkels. Eigenlijk is alles van vuurwerk bunker. We hebben nog veel meer, jongens. Maar ik ga niet alle categorie 1 vuurwerk op de tafel stallen. Vind ik zonde voor alle cakes. Hier hebben we de producten van Nico. De zilverfontanen van Funke. Bengaal Foyer Mix van Funke. Funke knetterballen. En dan hebben we deze nog. De schreienhals. En dan zien jullie dat de oude vertrouwde, ja, die beste set luchthuilers zijn. Het zijn van deze pakjes. Jullie kennen ze denk ik wel, maar we hadden toch een pak gehaald. Hier de Funke luchthuilers. Bij de Funke luchthuilers is er natuurlijk heel veel aan de hand. Deze dingen die zijn uit de handel gehaald. Althans, ze waren al afgekeurd in Duitsland. Waardoor in Duitsland deze dus al P1 zijn, jongens. Daardoor ben ik blij dat we überhaupt nog 3 pakken hebben. Mochten jullie meer hebben, dan hebben jullie geluk. Want volgend jaar is het P1 en dus in Nederland, ja, niet illegaal. Want P1 is dus niet verboden in Nederland. Maar je kan er niet meer op straat mee lopen om af te steken. Tenzij je in nood bent. Gaan we gelijk even door naar achter, want ik wil jullie wel even de zieke dingen eerst laten zien. Funke Salute raketen. Dat zijn er 6 stuks. Pijlen mogen dus niet meer in Nederland, maar wij gaan deze even in een pijlenrekje doen. Ik denk 10 uur 's ochtends of zo, om het mee te beginnen. Super veel zin in om die af te steken. Dan gaan we hier naartoe. Dit is de Thunder Crown 60 shots van de Pyro Shop. Echt een mooi ding is deze. Hadden we ook een aanbieding. Er was een aanbieding toen we hem kochten. 60 shots, jongens. Daaronder, want we hebben best wel wat producten van Alpha ook. De Meltdown. Mooi blokje. Ik wilde eigenlijk de Reflection 2. Die was helaas uitverkocht. Want door het vuurwerkverbod is er zoveel verkeer in België en dat soort dingen, jongens. Echt, alles is uitverkocht momenteel. Ook met containers natuurlijk. Daaronder de Alpha Graffiti, of Graffiti, hoe je het wil zeggen. Jullie hebben hem in de shopvideo kunnen zien een paar dagen geleden. De Zena Crackling Chrysanthemum. Ik vind zelf persoonlijk dat als je een waaier wilt, dat deze echt niet mag ontbreken in je collectie. Van Zena. 25 shots, dus echt een hele mooie waaier. Crackling natuurlijk, spreekt voor zich. Super benieuwd om deze af te steken. We hadden hem vorig jaar ook in de compilatie, dacht ik. Of in ieder geval misschien niet in de compilatie gedaan, maar wel afgestoken. Hier, een van onze grootste boxen dit jaar, van Cometa. Nog nooit gehad, is de Extreme Fire. En dan zie je hier, jongens, dat het 4 mooie blokjes zijn. Ja, ik ben super benieuwd naar deze. Als je internet mag geloven, is het echt een mooi blok. En
die hebben we dus. Van Cometa, Extreme Fire. Deze van Thor ga ik niet eens willen uitspreken. Maar die was in de aanbieding bij Zena. Oude vertrouwde stuntprijzen van ik dacht 9 euro. Ja, red, green, blue en yellow tail to salute. Mooi dingetje. 16 shots dacht ik als ik hem zo zie, denk ik. Ja. Nou, zo'n mooi dingetje gaan we natuurlijk ook afsteken. Hier een salute blokje. 25 shots. Deze komt wel weer van de Pyro Shop af, als het goed is. Heel mooi ding. Vroeger had je natuurlijk die salute blokken van Zena. Die heb ik dit jaar niet gezien. Hier heb je de Brocade King. 19 shots. 1,2 inch staat erop. Dit is van de Pyro Shop. Oftewel Pyrostar, dacht ik. Oh nee, Broekhoff, sorry. Dat is volgens mij hetzelfde, dacht ik. Maar mooi ding. 19 shots. Ik vind het ook een mooi design. Zoals jullie weten van mij hou ik niet van die kleurtjes en zo, maar gewoon van vroeger. Mooi blok. En daarnaast, de Screamcake, hebben we de oranje versie van Tropic. Nou, deze is dus alleen Scream. En de rode versie is met Saluut. We hadden vorig jaar allebei een paar keer. Maar de rode was op. Deze komt bij Salon Roger vandaan. Overigens, de Alpha collectie, alles wat we van Alpha hebben, is ook van Salon Roger. Hij zei in ieder geval, de man die daar werkte, dat deze hetzelfde is. De Titanium 20 shots, alleen minder shots dacht ik, een paar. Vijf minder shots of zo. Maar deze is dus hetzelfde als de rode, zei hij. Waren er twee voor 50 euro in aanbieding. Nou, in ieder geval dan heb je dus ook deze vier blokjes. Deze komt van de Pyro Shop vandaan, de Final Salute. Dan heb je de White Strobe van Zena. Allemaal 7 shots, dacht ik. En deze hebben we ook. En dan kunnen we een beetje vergelijken hoe of wat. Een beetje vroeg doen. Overdag, denk ik. En waar ik ook benieuwd naar ben, we hebben hier dus Funk Kometenbomben. Die worden niet meer verkocht in Nederland. Kometenbomben 2. Ik ga ze ook niet uit de verpakking halen, want het is een nieuw pak. Maar dit zijn ze in ieder geval. Echt een van de beste Thunder Kings die er zijn, jongens. Grote Thunder Kings van Funke. Ben ik super benieuwd naar. En ik hoor jullie al denken, doen ze al AUB niet overdag? Nee, we gaan ze zeker een beetje met schemer en ook de meeste 's avonds doen. Mooi effect komt er vanaf. We hebben deze nog. Keek hier vorig jaar bewaard, volgens mij van Cafferata. Dan moet alweer het jaar ervoor zijn. Oud en nieuw is alweer 2 jaar geleden dat het verkocht mocht worden, jongens. 20 shots. Whistling Wizard van Cafferata. Nou, dat is een klein cakeje, die gaan we natuurlijk doen. Hier, is ook wel grappig om te laten zien, zijn de oude vertrouwde babypijlen fluit. Van Leslie. Die ga ik niet afsteken, want het is gewoon te zonde. En wat ik jullie ook wilde laten zien, wij hebben dus nog de Knetter King badge van de Aldi. Van 2018. Jullie zien het hier zo, als het goed is. Ja, klopt dat? Ja, 2018 hebben we nog. Heel karton. Dit is een karton. Daar hebben we nog een aantal pakken van, gelukkig. Want gedurende de jaren zijn ze natuurlijk veel minder geworden. Wat we ook hebben, jongens. Heel veel Thunder Kings. Maar ik heb hier maar 3 pakken voor jullie om te laten zien. Bulk packs, weliswaar. 50 Thunder Kings. We hebben er hier dus 150 liggen. We hebben ook nog de Red Bastards. We hebben de Cool Bastards. Maar ja, om die allemaal hier op de locatie te kunnen krijgen was iets te veel moeite. Wat we ook nog hebben is Klasek Bum Bum categorie 1 vuurwerk. Als het goed is hebben jullie daar een losse video van kunnen zien. Maar deze gaan we ook gewoon meenemen op Oudjaarsdag. Categorie 1, fonteingillers, Scream Maxi zijn ook leuk om erbij te doen. Maar ik ben het meeste fan natuurlijk van die Funke luchthuilers. En natuurlijk wat van de Lidl. Ik weet niet of ik dat ga afsteken of we daar überhaupt aan toe komen met die cakes. Maar ik heb dus het idee, jongens, dat deze, als er volgend jaar wederom een verbod komt op vuurwerk, dat deze er ook uit zijn bij de Lidl. En de cracking shots misschien ook. Dus ik denk dat ik gewoon even een pakje bewaar om volgend jaar te vergelijken. Oh ja, we hadden ook nog de Bengal foyers. We hebben hier meerdere pakken van. Van Vuurwerkbunker. Zijn Duitse fakkels. Netjes een Nederlandse tekst op. Die gaan we ook met Oudjaarsdag gewoon even doen. Al met al leuke producten. We hebben natuurlijk ook veel meer categorie 1 vuurwerk liggen. Maar ik wilde gewoon niet alles zo op een tafel gaan stallen om het door het categorie 1 vuurwerk meer te laten lijken. Kijk maar.
Gelukkig hebben we die luchthuilers nog. Ik ben benieuwd naar die screencakes. Kometenbonden, die zijn gelukkig in de collectie. We hebben die Cometa Extreme Fire waar ik heel erg benieuwd naar ben. Wat hier staat, ben ik best wel blij mee dat we dat überhaupt aan hebben kunnen komen. Wat wel vervelend is, dat we dus een flinke bestelling in Nederland hadden gedaan. Bestelling met Funke-blokken en gewoon de beste blokken van de winkels. En dat is dus niet doorgegaan, waardoor we dus moeten schakelen. We gaan nog veel meer laten zien in de compilatie. Dat gaan jullie zien op 1 januari om ongeveer 12 uur, denk ik. Dan zullen jullie zien dat we dus ook grotere blokken hebben. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze blokken vinden die we hebben staan. Waaronder deze ben ik heel erg blij mee dat we die überhaupt in de compilatie hebben. De pijlen hebben we. We hebben meerdere pijlen trouwens. Maar dat zien jullie straks allemaal in de compilatie. Laat even weten in de reacties wat voor cijfer jullie deze collectie zouden geven. Ik ben erg benieuwd. Ondanks het verbod hebben we dit toch even kunnen fixen. Laat even een like achter op deze video wat ik al zei. Laten we gaan voor de 5000 likes jongens. Dat zou super vet zijn. Het is dus bijna zover jongens. Morgen komt de compilatie online om 12 uur 's middags ongeveer denk ik. Als ik op tijd wakker word. En dan gaan jullie genieten. Want de intro die ik in mijn hoofd heb wordt zo ziek. Echt waar. Deze compilatie wordt ondanks het verbod gewoon heel erg gruwelijk. En natuurlijk wordt het anders dan het laatste jaar 2019. Maar jullie hebben vorig jaar kunnen zien dat ondanks een vuurwerkverbod dat wij alsnog een mooie compilatie voor jullie online kunnen zetten. Ik hoop dat jullie deze video een leuke video vonden. Laat weten wat jij hebt. Laat weten wat jullie van deze collectie vinden door een cijfer te geven. Volg ons op Instagram jongens. Dan blijven jullie op de hoogte van wat we vandaag allemaal gedaan hebben op Oudejaarsdag. En wanneer de compilatie online komt. Thanks voor het kijken en morgen de compilatie. Ciao.